De supportersgroepen Eastside en HKN van voetbalclub NEC hielden zondagavond een uitvaartdienst voor de club. Door de aanhoudende tegenvallende resultaten trok de harde kern onder begeleiding van fakkeldragende supporters met een grafkist richting het stadion. Bij het stadion werd de kist neergelegd en omringd met kaarsen en bloemen. De uitvaarddienst verliep rustig en duurde ongeveer een half uur, waarbij om en nabij 100 supporters aanwezig waren om te rouwen. De wedstrijd van afgelopen vrijdag was voor de supporters de spreekwoordelijke druppel. NEC boekte een 0-1 verlies tegen MVV. Hierdoor is de club op de 11e plek in de keukenkampioendivisie beland.